nieuwe vlog. Mijn naam is Dimitri Remus. Jawel, vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En daar is Bea. Goedemorgen, Bea. Alles goed? Laat de kijkers maar weten hoe je je voelt. Ja, toppie. Oké, dan. Dan gaan we er maar eens lekker tegenaan om een nieuwe vlog te maken op deze quarantainedag. Het is wel zondag, dus het is een doodnormale dag. Dus iedereen, blijf in uw kot. En feest mee, want ik heb ook nog een mooie DJ-set gevonden van de Q Music. I love the 90s, the party in quarantaine. Normaal was die gisteren en vandaag. Kijk eens wat ik ook dan al heb gedaan. Ik heb hier de tafel ook lekker gedekt. Dan kunnen we zelfs lekker gaan ontbijten. Lekker de koffie laten doorlopen. Oh, dat gaat zelfs lekker smaken. Oh yeah. Ik ga vandaag weer proberen een redelijke lange vlog te maken. Wat we op de planningen bestaan, dat weten we nog niet. Kan zijn dat we eens de deur uitgaan. Maar wel, ik met een mondmasker, jawel. Ik ga niet meer buiten zonder mondmasker. Punt uit. Tot de coronatijden voorbij zijn. En nu ga ik nog de vlog in elkaar steken. De vlog. Dat zou zo. Yo. Ik heb nu juist de vlog in elkaar gestoken. Dus ik neem jullie ook wel nu wel een klein beetje het gezoek achter de schermen mee. Mijn schatje zit te dansen. Ja. En ik ga eten. Ik niet. Mensen, zegt er eens iets tegen, dat ze ook eens moeten ontbijten. Laat die geen reacties weten. Ik heb wel ontbijten, maar nu nog niet. Ik heb nog geen honger. Ah, ze heeft nog geen honger. Oké. Dus, ja. Gisteren een lange vlog. Vandaag gaat opnieuw een lange vlog zijn. Wel, ik heb nog één tander en een leuke idee. Maar dat is voor zelfs... Locus. Jawel, ik heb dus een hele goede idee. Is om mijn fans in het daglicht te zetten die op Discord zitten. Dus ik ga dus daar eens iedereen een leuke shout-out doen. Een shout-out naar EXO, shout-out naar Fullscreen, Miss Ron, NL en Demon Witch Spook. Dan hebben we ook nog Ben... V. Boef Side Pins. BRNTTT. CHRZZ. Crazy Peanuts. DK001. Dragon073. Dylanovish. Dylan de Coward. Enjoy. XTTF. Philip. Flupke, Helminator, Jeans, Scray, Jekt of zoiets, Jordi, Kimmy, Kung Fu, Laura Gamer, Len432, Libby Smal, Mano Rinalda, Mr. Green, Nico82, Robin Verhew, Ruby, Schmuel, Simo Butts, Shift Happens, Seal P, Steel Kenny, Stink Muli, Sven, Shrek MC, YOLO Balls, S. Wouters, of Steven Wouters, denk ik toch, ik weet niet, Tamara Rinalda, Total Freak, Trippy, Van Stralend, Jung Racepak, Jun Selleke en Serki. En ook niet te vergeten, Miss Randomized. Jawel. En ook een hele, hele mooie shout-out naar mijn schat. Oh mensen, ik ga nu lekkere hotdogs eten. Ja, ziet, daar zijn mijn worstjes zijn al klaar. Lekker warm. Mijn tomatenketchup. Mijn... tasje met melk, want ik drink er altijd melk bij. Ja, die is hierop. Ja.
Dat is nog van deze morgen, dus die ga ik nu even ook integraal terugleggen. Ik drink altijd bij mijn hotdogs lekker melk. Wat drinken jullie altijd bij jullie hotdogs? Laat het hier in de reacties weten. En ik ben wat, dus deze nacht gaat er wat redelijk wat uploads gebeuren. Ik ben wat gaming movies aan het maken voor jullie wat een bezigheid te hebben om te kunnen kijken. Zowel Trackmania movies als Euro Truck Simulator movies ben ik aan het maken. Tot andere games. Dus ik ben het minder zondag wel, dus we mogen nog altijd niet naar buiten. De quarantaine nog altijd. En als je naar buiten gaat, doe alsjeblieft een mondmasker aan en hou voldoende afstand. Als je een mondmasker hebt, hè, mensen. Oh. Dus ik ga eens lekker eten. Ja, mensen, we zijn hier even een leuk spelletje Uno aan het spelen. En deze kaart ga ik nu opgooien. Dan mag je zien. Een blauwke. Voilà, wachten. Even kijken als ik nog een goeie heb. Ik heb van niet. Jawel. Alsjeblieft, gooi ik nog in een vijfje op. Wat gaat mijn schat nu opgooien? Oh, we gaan weer naar groen. Oké, up. Flow. En dat heb ik net niet. Dus nou wordt het weer al rapen. En ik kan trek opgooien met een eentje. Oh yeah. Je niet kunnen zien. Nee, ik was hier aan het twijfelen. Nee, ik kan niet. Allee, ik ga verder spelen. You. Moet ik nog iets zeggen tegen de kijkers? You. En wie heeft er juist gewonnen? Wie was dat weer? Echt? Allee, tot ziens. Ik ga nog eens kijken wat er op televisie is. Oh. En ik zie dat ook de Euro Truck Simulator 2 workshop helemaal binnen is. Dat is goed. En dan zouden we dan maar eens kijken als we dat nog eens één keer gaan proberen op te nemen. Want er juist was het dus niet gelukt. En ga ik direct eens vragen wat mijn schatje wil zien. Schatje wil wat kiezen. Nee? Nee, dat moment wil ik niks. En anders ik een kaart Uno ben aan het spelen, weet ik niet wat ik moet doen. En toch speel ik het uit. Ja. Gaat je nog weer bezig uit op je laptop? Nee. Wat dan? Oei, oké. Dus ik kan ook niet te lang zo zitten. De deze gaat nu zelf eens naar de toilet. Ja, de kleine. Of beter gezegd, ik ga naar mijn bureau. Zo, je moet niet altijd eeuwig hier binnen blijven zitten. Dus daarom pak ik ook mijn schatje even mee. Poging 2 om buiten te geraken, uit te breken. Want ik zit ook al veel te lang, ook voor mijn computer. Dus even frisse lucht, happen. Ik laat die gewoon open. Oké, ik moet hem sluiten. Voilà. Ja nee, het is ook prachtig weer buiten. Dus even een frisse luchtje. Is happen. En ze moet er weer op weer lachen. Ja, pak ik jullie toch even mee naar buiten toe. Want van ons word je toch echt maar zot om, om binnen te zitten. Eens even kijken hoe het hier is buiten. Het is vrij rustig. En aan die kant
is het ook vrij rustig. Dus ik ga hier even, zo, even in de zonnetje genieten. Oh, ze heeft hier al... Ja, ze is gaan wandelen, ze is al een blokje om. Ziet, daar is ze terug. Oh, dat is niet ja, wat was er in een blok? Ja, maar dat is geen grote blok, hè. Dat moet toch niet groot zijn? En gaan we ook eens kijken als ik nog iets heb binnengekregen. Want je weet, ik wil een filmpje maken. En er zit empty. Niks. Jammer. Dit vind ik wel eigenlijk heel erg. Want ik wou echt een filmpje maken. Ook voor de verzorging. En noem maar op voor de hulpverleners die het nu dag en nacht klaar staan voor ons. Ja, wou ik daar een gebaar mee maken. Dat zo zeg ik, maar dat lukt niet. Als je niks binnenkrijgt, jammer, dan doe ik ook geen moeite. Maar aan mijn kant, mijn laken haak ik er nog altijd uit. Ja, die van Mirjam, maar die heb ik dan in gebruik genomen en leen genomen voor het nog buiten te kunnen hangen. Dus waarom tot niet, schatie? Nee. Kijk eens wat ik doe met mijn schat. Waarom? Dat het niet meer leuk is. Nee. Je zit dan een anderhalf uur te zitten kietelen. Onder alle weers, ik kan meer eens overdrijven. Nee. Ja. Ik overdrijf niet, het was 6:30. En het is nog maar 6:05. Dus een uur en een half kan al niet. Ik zei 1.5 uur. Ah. Hey, kijk, jij was het niet tegen kan. Hier zo onderin. Klik, 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 klik. Ja. Nee, dat is niet. De kijkers moeten niet alles weten. Waarom niet? Omdat het niet fijn is. Ik heb nog iets te zeggen tegen de kijkers. Hallo kijkers, veel sterkte. Zo trekken we onze coronatijden door. Echt gezellig samen. Maar soms zit ik ook wel eens achter de computer, hè. Ja, en dan verveel ik me rot. Ja, ik moet me ook maar bezig... Ah, maar... Sorry, schat. Ik moet me ook maar bezig houden, hè. Jij je ook? Ik kan niet altijd bij jou bezig zijn, hè. Jawel. Op deze momenten kun je dat wel... Pas op, hè. Of wat anders. Pas op, hè. Of wat anders. Wat, hè. Wat dan? Zijn we dieren geworden? Klik, 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 klik. Zie hoe rood ik word. Ja. Oh, ze is verlegen. Ik kan mijn rode plekken niet verstoppen. Oh. Hola. Kijk hoe ze nu staat. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen nu, mensen? We gaan vechten om niet de coronavirus te krijgen. Dus we gaan heel de top vechten. Wilde fantasieën. Dat doet dus een mens die in een quarantaine zit. Zot worden. Wat kunststof is en wij willen heel graag een stenen blad. Ik word zot, ja. Ik ook. Waarom heb ik heel lang het zelf zelf? Die heeft randjes! Ik snap niet waarom ik zelf moet lachen. Ja, ze heeft ook de ganse dag in een pyjama gezeten. Dat mag ook wel in zo'n dagen. Ja, maar het mocht toch het huis niet uit. Daarom. Oh, dat doet zeer, hè. Oeh, schoon beentjes. Nee, ze zijn niet schoon. Kijkers, ze zijn wel schoon, hè. Allee. Kijkers, help! Help! Ah. Oh.
Shut up! Wat is dat, schatje? Wat ben ik aan het doen? Oh, ik kan er niet meer tegen, ik kan er niet meer tegen, ik kan er niet meer tegen! Wat ben ik aan het doen? Mij aan het kittelen! Mij dood aan het kittelen! Nee, nee, oh, shut, alsjeblieft! Oh, my god! Oké, dus we zijn nu met je Nee, nee! Allee, come on, schat! Schat, je was mij ook al toen aan het kittelen, dus nu mag ik het terugpakken. Oh, vind je dat ook, kijkers? Vindt je dat ook? Oh, oh godverdomme. Nee, niet met twee, kom aan. Nee, alsjeblieft, schat. Mijn schat is mij aan het martelen. Kijkers, kom je helpen. Oh nee, dat mag niet, dat is deze coronatijd. Shit. Ik moet mijn eigen verdedigen, Tine! Mijn schat is gestopt met mij te kittelen. Don't do that! Niet doen! Wel doen! Nee, nee, oh, alsjeblieft. Als ik ga filmen, dan begint zij mij te kittelen, hè, daar. Oh, mijn jaren. Oh, gaat u? Gaat u? Dat mag je niet zeggen in deze tijden. Ik meen dat niet. Dit of zo kan ik haar. Halleluja, zoet mijn balletjes. Oké dan. Boe. Ik word zot. En wel, kijkers, ik denk het ook. Dat ze zo begint te worden. En dat is nog maar... Hoe lang zit je al bij mij nu? Van vorige weekend. Dus al 7. Plus 2 is... Zit ik al 2 weken bij? Nee, 7 dagen plus 2. Is 8. Nee, 9. Ah, 9, ja. 9 dagen zit zij al bij mij. Dus continu face-to-face, hè, mensen. Face-to-face, en dat doet hij ze. Zwaar, hè? Ja, maar ik ben wel blij dat ik bij hem ben. Ah, wel, ik ook met deze tijden, want ik wil niet ziek worden. Zij wil niet ziek worden. Dus. Nee, maar ik ben dat wel. Maar ik heb geen corona, dus dat is wel goed. Dat is al heel goed. Toppie. Ik heb wel een snotvalling en zo. Dat wel. En een droge hoest, maar dat komt ook puur door het slijm en doordat ik rook. Ja. En ik had al eens niet eens gedacht om te stoppen met roken. Jawel, dat weet jij goed genoeg. Maar dat weet... ik kan niet doen. Dat wisten de kijkers nog niet, of wel? Jawel. Ja, oké. Okay. Oh, nee. Maar ik kan niet stoppen. Ik heb het al vaak niet geprobeerd en het lukt me niet. Ook niet met hulpjes. Ja, dat is wel waar. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Kijkers, laat ons weten wat jullie doen in deze tijd. Kijkers, als jullie dus is geknutseld hebben of zo, en je kunt dat niet inscannen, of ja, maak er ook een, misschien een foto van, of ja, stuur het mij op gewoon. Maar ik geef mijn adres niet zomaar, dus daarvoor moet je mij even naar Discord link gaan, die hier in de beschrijving staat, en dan op Psycho TV klikken. Op mijn Instagram. Laat me even eerst eens uitspreken, schat. Dus als je naar mijn Discord server gaat, klik je dan op Psycho TV, dat ben ik. Ik kan zowel online staan als offline. Als ik ook offline ben, ontvang ik ook jullie berichten. Dan zal ik wel mijn adresgegevens wel geven. En mijn schat heeft ook nog een idee. Hij gaat ook een idee van Instagram. Ja, dat zou je daar ook kunnen op berichten. Ja, dus PM mij op Instagram. Of op Twitter, hè? Ja. Of op Facebook. Nee. Waarom niet? Oh, jawel, op je fanpagina. Voilà. Nu ben ik er weer al wat slimmer, hè? Het donkerder, het is anthraciet. En daar is het hier overigens helemaal mee eens, hoor. Hij heeft vertrouwt mij hierin. Dan word ik dan moe op zondagen. De keuken helemaal rond is. Ja, want ze is niet gewoon om niks te doen. Mevrouw
Wat zat. Normaal gezien heeft ze altijd een dagbesteding en die dagcentrum is nu ook gesloten door corona. Ja, en als ik niet ging naar mijn dagcentrum was het altijd opruimen of zo. Ik was altijd wel bezig. Sinds ik alleen woon. Zullen we hier ook geen schema kunnen opbouwen? Dat kunnen we wel doen. Morgen, goed. We moeten eerst goed nadenken van wie wat doet, hè. Jij doet de afwas, jij twijlt, jij borstelt, jij zet de vulpen buiten. Voilà! Ingedeeld. Wat doe ik? Luien op de zetel. Tada! Nee, niet weer! Nee, oh, godverdomme, ik had dat binnen niet gezegd! Ik had dat binnen niet gezegd! Help! Oh, God. Nee, ik mag dat niet zeggen. Ik zie je graag. Schatje, ik hou van je. Ik hou van jou! Oh, dank je. En mijn schatje, we gaan lekker naar Drommeland. Ik val nu al bijna in slaap. En ik heb toch juist nog 2 uur zitten te livestreamen, gamen. Potje gamen noemen ze dat. En toen was ik aan het klagen dat ik echt moe was. Ja. En dat hij dood moest doen. Maar toen ging ook op een gegeven moment iedereen weg ook aan richting slapen, hè. Ja. Dankjewel, Tamara, ook voor nog zo laat aanwezig te zijn. En toi 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 met jouw kids. Dus, ik kan hier ook de vlog nu beëindigen. Oh ja, Tamara, ik denk aan jou, hè. Ik denk heel veel aan jou, hè. Zou dat naar Tamara, ze is zijn beste vrouw ooit. Dus vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet hier onderaan ook niet op het belletje te drukken. Dan weten jullie wanneer dat ik live ga streamen. Of een nieuwe video gaat online komt op mijn kanaal. Ik zie jullie allemaal morgen terug. Yo! Yo!